Mijn boot was allemaal nagekeken, nog een keer gecheckt of alles goed vast stond. En mijn roeispanen lagen ook al klaar. Mijn trainer, Fena Roman, had die al opzij gelegd. En ik was zo bezig al met die spanningen, met die wedstrijd, dat ik die gewoon had overhoop gelopen. Dus die waren dan gevallen. En zeg maar, Anton, pas toch op. En ik, laat mij gerust. Dat is iets dat mij altijd bijbleef. Dat ik gewoon zo... Ik zag die gewoon niet liggen. Dat ik mijn eigen materiaal eigenlijk op dat moment zelf niet verzorgde, bij wijze van spreken. Dat was gewoon van spanning eigenlijk. Baan 1, Verenigde Staten. Baan 2, Canada.